Muziekles voor peuters en baby's bestaat echt. In Nederland en Frankrijk is het al een succes en nu kan het ook bij ons. Vanaf volgend jaar kunnen kleuterleidsters en onthaalmoeders in Mechelen een opleiding volgen om te leren hoe je peuters muzikale vorming geeft. Heidi gaat die opleiding geven. Hallo. Voilà, vandaag gaan we met onze peuters muziek maken, een beetje experimenteren met materialen en instrumenten. We gaan ook dansen en bewegen op muziek. Hallo, hallo, hallo. Ik ben Apie. Hallo, hallo, hallo. En waar is Sarah? Waar is Sarah? Yes, kom eens naar Antje. Daar is Sarah. Hoe vroeger dat je begint met de muzikale ontwikkeling eigenlijk te stimuleren, hoe beter eigenlijk voor later. De bedoeling is ook dat we later met de ouders samen kunnen musiceren. Dat is een verdere opzet. En dat we dan zo meer de muziek terug in het gezin binnenbrengen. Ja! Zwaai maar dan! We waren onmiddellijk heel enthousiast dat Heidi met dat voorstel kwam om muziek te maken met onze peuters. Want baby's en peuters zijn nog niet zo taalvaardig uiteraard, maar ze zijn wel heel vatbaar voor muziek. Ook heel plezant is altijd werken met de ritmestaafjes, de ritmestokjes. Elk kind krijgt er twee, die zijn heel licht. Kunnen we mee trommelen op de grond, op de voeten, op het hoofd, op dozen, blikken dozen, kartonnen dozen, om verschillende klanken te ervaren. Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. Als ik ze zo bezig zie, dan heb je zin om mee te gaan doen, om mee te dansen. En je merkt dat de kinderen daar enorm veel plezier aan hebben. En je ziet ook zo de communicatie tussen al de kinderen onderling. En dat is wel heel leuk. Er is nog eigenlijk geen sprake van kennisoverdracht. Langzaam, snel, kort of lang. Dat ze er eigenlijk plezier aan beleven, dat ze zo in een milieu zitten waar het kan, waar ze zich vrij kunnen voelen om te bewegen en te musiceren. Muzikantje, muzikantje, kan je even spelen? Dus ik denk dat die band, muziek in de gezinssituatie, dat is ook eigenlijk wat we willen creëren. We leren ze het hier aan de kinderen. Later is dat bedoeling kinderen met de ouders. Dat ze dat meenemen naar huis en dat dat thuis wordt gecultiveerd.